Mutter gesagt, oh, der fällt immer gleich so lang, da will ich einen Donkey sagen. Ja, ne, krieg mir den Donkey, sag ich nicht Makler gehen mal. Nee. Nee, das ist ein Band, was vor ihm geschleit ist. Mein Opa hat gesagt, um die Wahrheit zu sagen, das ist amper nicht ein Figur, was auf Erde geliefert hat, was mit die Dreck kon weg. En die ken niet die Figur nie. Nee, hoor. Want mijn Opa hat gesagt, hij is een mooi dingetje als een jonkers. Maar als hij 8 dagen oud is, spelen we moe gaan. Er is nooit meer uit. En hij zei daar zo'n mensen in die samenleving, wat net zoals een donkie is. Hij zei, als je hem aanspannen ziet, moet je hem uitspannen zien. Ja, je moet hem altijd zoeken. Je moet hem nee, nooit de donkie in die hand. Nou, zo is ik het donkie herken. Ik heb hem om 7 jaar gereden. Die smarten wat ik met hem gehad heb, dat is nou hier noem niet, dat is een tijd voor mij. Ik heb een hele boek geschreven daarover. Heb je om een donkieboek geschreven? Ik heb geschreven over die donkie, want kijk, als je nou een donkie mooi nagaan, ik heb het gezien later aan. Een donkie, als je nou wel kijkt naar zijn fijnere partij, kijk naar zijn oren, die is nooit zien. Dat hij vraagt dat naar iets kijkt zonder om zijn oren zoeken te lezen. Met andere woorden, hij is een telescoop van Renault. Fijnere schiet. Maar dan ging zijn oren op die plek. Nou ja, zo heb ik natuurlijk nog 7 jaar ondervinding. Hij heeft mij afgegooid naar het Bonrevel. Want hij slaapt eerst en als hij wakker wordt, gooi je af. Ja, hij schrik om wakker, ja. Nou rijd ik van die school af. Ik kan hem misschien hier een incidentje vertellen. Ik rijd van die school af. Hij kon me niet meer afgewezen, mijn waarschuwing, want ik heb nu 7 jaar gereden. Ze hebben nooit afgewezen. Maar dan maak ik me eerst niet slaap, samen doen. Maar het is niet echt. Kijk hij door zijn oren, wat maak ik? Nou, als hij nu ziet dat ik slaap, dan weet hij nou zeker aan ze op zijn best aan mij afgaan. Hij zat nog maar zo, ik rijd 3 mijl, ik is ook moe en die zon is warm. En nu slaap hier de visant die onder een recentjebos net hier langs je pad. Nu, iemand nu al een visant kent, weet hoe mijn broer gedreven zijn opstaan. Ja, op die laatste oomblik. Heerlijk, als hij opstaan, gaat hij de aarde vergaan. En dan wordt die donkie wakker en toen jij wakker wordt, dan is die donkie weg. Ja, jij valt hier een gat in die lucht. Ja. Ik greep naar die bloody ding om te proberen om zijn nek in die handen te krijgen, maar hij is lang al weg. Ik vat hier aan de luchtlichten. En toen ik zo voelde, voelde het voor mij, ik is nou bij een nader, ik vat aan die visant in plaats van die donkie. Want ik ben in die lucht hier aangestuurd, ik is nou bij een nader aan die visant, dus daar waar die donkie was. Ik slaat me hier op die grijsklippen neer en toen ik naar neerval, ik is ook maar een mens, die besluit ik nog maar kijk hier, maar daarom prachtig een of ander tijd met die vergelding aan hier die donkie. En dan kijk die klippen zo, vellen bij elkaar gemaakt, kijk wat er op het nieuwe pas en die dagen zit niet anders op mijn andere stukken toegepast en toen heb ik nog besluit. Net hier vrek die vandaag. En daar is een vuilbosboom, ik heb een goede halterriem gehad, ik maak hem los en maak hem niet van. Nu vat ik klippen, dat is bijklippen. Ik wil me dood gooien, want ik wil die plezier om hem volgens Bijbel te stenen. Dat is niet een huis van mij. Nee, ik werd een donkie kent van mij weer. Elke school dat ik me gooi, dan trek ik mijn schil uit. Dan gooi ik hem mis. Toen we al die boomse bassen afgegooid. Toen gooi ik in dat je altriem af, toen zit donkie los. Toen besluit ik je vloek. Ik zie je op een andere manier krijgen. Ik maak nog dat niks gebeurt niet, ons het vrede. Ik schrijf mij een goede, ordentelijke kiri. En ik klim op. Nu weet ik, ik slaap voor een 100 keer gereden van de slaap. Nu zit ik, ik heb die kiri weggevat hier zo zien. Ik was nog net wat niet met slaap. En nu rijden ons aan. Was ik nu 100 keer niet te slapen? He. Maar natuurlijk zit mijn oren weer nou precies. En toen werkte ze rechte moment en wil ik hem net hier slaan waar ze oor uit zijn kop komt, is de enige plek waar je hem kan doodslaan. De andere plek is allemaal zo hard, daarom het soms om een hond voor die steen niet doodslaan met de kakenbeer. En ik trap vast net zo hard op die aarde, ik kan het kerf af. En ik trek zijn kop zo staan en ik slaat niet in mijn wat te slaan om nou laatst zijn kop voorbij. Laatst zijn kop voorbij, je met niet schrijven, daar is mijn lichtheid, ik val toe af.
van afmorgen dood. Lang gevat, toe begin ek my lawe en vryf en toe voel ek nie, ek is nie helemaal dood nie, toe staan ek op ek nie, toe sê, toe jong, vir jou sal ek nie, toe jag ek om aan het verder huis toe, toe jag ek om, ek moet jou opgeklim, want ek het geweet, hy is die oorwinnaar. Ek het gedink, dis net ons in Suidwes, in die Kalahari en in die Namib, wat die donkie rarig ken, maar prachtig, oom ken hom asof oom daar gesikkel het met hom. Nee, prachtig, kyk, in die manier die ergste van alles is, jy op jou kwaadste is, en jy gehaal hom om in te spannen, vir hom is om sy nek met sy rechter, met jou rechterhand, met jou linkerhand aan sy lip, en dan kom jy nou met hom so om na die tuig, en as jy vaststek, dan vind jy uit, hy is een half duim te ver. Jy is al nooit meer. Ja, jy moet die baar. Ah, sleep om jy met die donkie te kry. Ah, nou, dat trek op so nie my weer raai, raai. Jy kry nie die huid om, ek tel hom op, reg op in die lucht, as ek om neer slaan, en trap hy op my voete. Hy is met jou aan my stik. Nee, word, donkie, ek kan ek geschiedenis geskryf.